We gaan beginnen met een zero guilt pizza. We gaan daar al de bodem van klaarmaken. Ik neem 150 gram kikkererwtenmeel. We gaan er een glutenvrije pizzabodem van maken. En we gaan dus een keer tarwe skippen. We gaan daar vervolgens 200 milliliter water bij doen. En door met kikkererwtenmeel te werken, gaan we ook veel proteïne toevoegen aan onze pizzabodem. We gaan daar nog Provençaalse kruiden bij doen, omdat het natuurlijk pizza blijft. Een theelepeltje zout. Voilà. En dan gaan we dat op een bakpapiertje doen. Het is minder traditioneel dan de gewone pizza. We gaan dat niet in de lucht zwieren, het is een beetje lopender. Maar het is wel minstens even lekker. Ik maak hem redelijk dun, zodat hij wat krokant gaat worden. Met mijn overschotje heb ik dan een proevertje gemaakt, zodat ik meteen iets heb om te serveren voor mijn gasten. Dan mogen die allebei in de oven voor 20 minuutjes op 180 graden. Dan gaan we met diezelfde bodem pizza maken. Ja, ben benieuwd. We zouden dat perfect kunnen doen met gewoon tomatensaus en kaas, een beetje traditioneel, maar ik dacht van is iets speciaals te doen. En we gaan daarvoor pompoen, een butternut gebruiken. Ik heb daar zo'n klein trucje voor die te laten garen. Want ik weet niet of je al eens een butternut geprobeerd hebt van dat te snijden, maar dat is echt een hels werk. Dus mijn truc is een beetje van er gewoon gaatjes in te prikken en die eerst te laten garen in de oven. Hè. Dat is wel een goede tip. Goed, wat ik dan doe, is die gewoon in een schotel leggen en dan gaat die voor 3/4 180 graden in de oven. En daar moet geen olie verder op of iets anders? Nee, niet nodig. En die gaat zelf zo wat zweten, dus die zit eigenlijk al zo'n beetje in een glibberig jasje. Ik ga die gewoon kunnen opzij zetten, want ik heb al voorbereidingen gedaan en ik heb wel een gemaakt. En het gemakkelijke daarvan is dat die ook al een beetje afgekoeld is. Dus dat we niet moeten prutsen. Kijk, zalig, hè? Dat is wel een pak makkelijker, hè? Dat is beter, gemakkelijk, hè? Inderdaad. Dat ziet er al keigoed uit, hè? Ja, dat ziet er echt al mooi gezond uit, hè? Die oranje kleur. Ja. Allemaal carotene en vitamine A. Kunnen we allemaal goed veel van gebruiken. Wat ik soms ook doe, is die pompoenpietjes, zo'n beetje... Ja, die stukjes pompoen daaruit doen en die dan nog eens roosteren in een oven. En dan kun je iets morgens bij je yoghurt of zo eten. Er zitten ook keigezonde dingen in die pitjes in. We gaan daar gewoon wat stukken uit doen. We gaan die pureren, zodat we die over onze pizzabodem kunnen smeren. Oké. Okay. Voilà, dat is onze bodem waarop we gaan werken. We hebben onze butternut. We gaan daar een klein beetje kaneel, dat mag gewoon een snuifje zijn, nog bij doen. Een beetje nootmuskaat. Een beetje zout. En peper. Goed, dan gaan we daar onze bodem al mee besmeren. Dan hebben ze al direct een ander kleurtje dan de traditionele pizza. Ik vind dat er wel zomers uit begint te zien, zo met die felle kleuren. Ik ga daar granaatappel op doen. Oei, nu moeten we misschien een beetje achteruit gaan. Ik hoop van niet. Ik heb ook iets licht aan, dus... Je mengt de keuken meestal vol. Maar ik heb daar een beetje een trucje voor. Wat ik meestal doe, is zo een kom water erbij nemen. En als je die dan ondersteekt, dan kunnen die zo wel wat eruit halen. Doe vaak van dat wit er een beetje mee op, want eigenlijk is dat keigezond, dat wit. Allemaal mineralen en vitamine, antioxidanten, flavonoïden.
Allemaal zotte namen, maar allemaal dingen die keigoed voor u zijn. Hè? En niet veel gesmost. Echt, hè? Het valt echt wel. Het juist een beetje spiekeltjes van te snijden, maar voor de rest... We gaan daar rucola bij doen. Rucola heeft heel veel vitamine K. Ik ga er ook nog wat sausje bij doen. 1,5 eetlepel honing en 1 theelepel sojasaus. Voilà, dat gaan we er daarna over doen. Maar ik ga eerst nog een beetje geitenkaas gebruiken. Dat gaat dat al helemaal lekker fris maken. We gaan er gewoon een paar zonnebloempietjes over doen. Gewoon een beetje crunch geven. Dan ga ik ons sausje erover doen. En dan gewoon nog een heel klein beetje sesamolie. Ziezo, zero guilt pizza. En dan gaan we snijden en proeven. Hè. Dankjewel. Met gezond eten denk ik dat je ook wel automatisch wat meer gezond begint te leven. Dat je ook wel op andere dingen slet. Hè. Absoluut. Meer sporten. En dat is zo'n ja, zo opwaartse cirkel. Mm-hmm. Je gaat gezonder eten en je gaat meer sporten. En je komt thuis en je zegt, ik ga gezond eten. Ja. Ik ben blij, ik ben gelukkig. Ja, en voor je het weet, zijn de blijste mensen ter wereld. En de gezondste. En de gezondste. Daar gaan we voor. Hè.